go from there. It's a choice I leave to you. Goedenavond. Welkom bij Finding Voices TV. En ik heb vanavond als gast Misha van den Bos van het Stichting, nee, Vereniging het Basisinkomen.nl. Ik ben Jeroen Gruijs dus dat, is, dat mogen jullie duidelijk zijn. Misha, kan jij jezelf in het kort even voorstellen en dan ja, kijken hoe we verder komen met het basisinkomen? Ja, ik ben dus Misha. Ik ben lid van het basisteam Rotterdam van de Vereniging Basisinkomen. Ben ik eigenlijk bijgekomen toen een aantal jaar geleden was er een andere stichting die wilde een burgerinitiatief starten om het basisinkomen op de agenda te krijgen. Het basisinkomen 2018, dat was een petitie en toen ben ik eigenlijk, ik las die petitie een keer, toen ben ik me eigenlijk een beetje gaan verdiepen wat ik ervan vond. Het idee van basisinkomen, ik zal het misschien zelf iets meer vertellen, maar in ieder geval, dus iedereen krijgt zonder voorwaarden genoeg geld om van te kunnen leven. En ik van, nou, als ik met vijf of zo denk, als je mensen allemaal geld geven, hoort dat dan wat? Dus, nou, heb ik het over experimenten gelezen, heb ik over van, waardoor ik toch uiteindelijk positief in termen van basisinkomen stond. En toen heb ik ooit eens, was er een bijeenkomst bij iemand anders en daar hebben we het meer over gehad en toen ben ik lid van de vereniging geworden. Oké. Jij komt zelf uit een soort activistische omgeving of jij bent gewoon geïnteresseerd in het basisinkomen geraakt en ja, dat heb jij die vereniging opgericht of zijn dat, is dat meer landelijk? Nee hoor, die vereniging die bestaat al 25 jaar. 25 jaar? Ja, ja. En we hebben nog steeds geen basisinkomen. Nee, nog niet. Nee, maar niet. Het idee van basisinkomen bestaat natuurlijk al meer dan 500 jaar, want in de een of andere vorm. Heb je enig idee wat de reden is waarom dat dan al zo lang loopt? En dat er nog steeds nauwelijks iets gerealiseerd is wat dat betreft, in Nederland dan? Dat meer redenen heeft, denk ik. Ja, is misschien ook op basis waarop wij onze samenleving richten. Het basisinkomen gaat eigenlijk uit van het vertrouwen in de mens. Als je mens gewoon zorgt dat iedereen kan rondkomen, dat kan. Als er geen geld zijn, zou je zeggen, zou iedereen een stukje aarde kunnen geven. En daar moet ieder mens zelf voor zorgen dat hij rondkomen. Of hoe de aarde is natuurlijk helemaal verdeeld. Dus ze zeggen, wat dan velen zeggen, nou, wij zorgen voor voldoende geld waar mensen van kan rondkomen en vertrouwen dat hij het geld goed besteedt. Ja. Maar dat hoop mensen denken van ja, als ik iemand geld geef, doet hij niks. Maar dat is niet deel bij mensen leven, want eigenlijk uit alle onderzoeken die er zijn, eigenlijk komt naar voren dat het niet zo is. Hoe denk je dat mensen denken dat als je geld als basis krijgt, dat je dan niks doet? Want dat fenomeen speelt zich eigenlijk ook via andere uitkeringen. Als, bijstand of gewoon WW. Dat mensen ervan uitgaan dat ze zelf niks, dat mensen dan niks meer doen. Gaan ze dan van hun eigen mentaliteit uit? Wat ik bedoel, dus dat zijn dat mensen die er dus eigenlijk die er zelf voor werken en denken dat een ander niks doet? Ja, ik denk die, aan de ene kant misschien dat mensen denken van ik doe het wel en ander doet het niet. Want het blijkt een onderzoek zijn waar ongeveer mensen gevraagd van als je een basisinkomen krijgt, zou je stoppen met werken? Nou, dan zegt meer dan 80% dat ik blijf gewoon werken. Ruim. Maar ook meer dan 80% zegt van ja, ik blijf werken, maar de ander gaat niet werken. Dus iedereen denkt van anders niet gaat werken, het is zelf wel blijven werken. Maar ja. En eigenlijk is al op plekken waar mensen zomaar geld krijgen, blijkt de meeste mensen juist ook aan de slag willen om het juist beter te krijgen. Dan hebben ze het misschien wel goed en dan willen ze het zelf zorgen dat het nog beter wordt. Ja, maar dan zou ik dus verwachten, dus als je geen werk meer hebt en je ook niet meer werk kan krijgen, dan beschouwt. Ja, dus je krijgt gratis geld dan en dan is er ineens een mentaliteit van eigenlijk dat je een leegloper bent. Nou, dat is het nu juist. We hebben een basis. Ja. Nu moet je eerst gaan bewijzen dat je zielig bent eigenlijk. Ja. Dat je echt niet meer rondkomt. Nou, als je gewerkt hebt, dan heb je een soort verzekering opgebouwd. Hè, voor BW, dat je altijd een premie afgedragen. Het is een soort bestand, krijg je dan nog twee jaar. Als je dan niet lukt, nou, dan moet je eerst zorgen dat eerst al jouw vermogen weg is. Juist, moet je opeten, je moet je spaargeld dat je moet opeten. En als je dan echt, ja, van, nou, ik heb nu, dan ga je het over, ik heb echt niks meer, ik ben echt heel zielig, moet ik en dat gaan bewijzen. En dan nog, tegenwoordig ook nog gedwongen in, daarna vrijwilligerswerk, eigenlijk, waar andere mensen misschien net voor ontslagen zijn. Terwijl we in het basis komen, zeggen juist, nou, jij bent mens, jij bent deze aarde. En
omdat jij bestaansrecht. We hebben ook niet voor niks ooit een verdrag van rechten van mensen ondertekend waarin wij erkennen dat elk mens bestaansrecht heeft. En met een basisinkomen zijn we eigenlijk een geldelijke invulling van dat principe wat we eigenlijk ondertekend hebben. En om dat in de praktijk te nemen. Het is eigenlijk de bedoeling van de overheid, maar eigenlijk ook van de gemiddelde mens die wel werkt. Onze Rutte die is daar heel erg sterk in. Die doet allemaal extraatjes voor de werkende Nederlander. Ik denk van hallo, de rest is geen Nederlander meer. Maar we worden dus eigenlijk in een zieligheidssituatie gedwongen eigenlijk. En dan krijgen we een fooi van het Rijk en dan mogen we dat niet eens het basisinkomen noemen. Maar in principe hebben we er wel recht op. Ja, maar even tot gewoon producten, wat hij van de voorzijde zijn vooral voor de vermogende mensen, niet per se voor de werkende mensen. Als je al vermogen hebt, hè, en wat nu natuurlijk speelt met die vertembelasting, als je al aandelen hebt en daar winst afmaakt. Dus je hebt eigenlijk, dan krijg je heel veel, vooral als je al heel veel hebt, dan krijg je er heel veel voordeeltjes. Ja. En dan is het even buiten laten hoe, of je ooit de mensen geholpen hebt om dat vermogen te creëren of niet, dat maakt niet uit of je het vermogen hebt. Maar laten we toch even komen op die fooi. Ja, wat we eigenlijk zeggen, hè, zeg maar als iedereen is van de wereld, wordt wel eens gewend, dan denken mensen, ja, eigenlijk is het ook wel zo, iedereen heeft bestaansrecht. Maar we hebben nog geen systeem ontworpen of geïmplementeerd waarin we dat recht laten blijken. En dat zou dus met een basisinkomen wel doen. Ja, is het eigenlijk wel zo dat we eigenlijk wel bestaansrecht hebben? Want op het moment dat we geboren worden, dan worden we eigenlijk al ingepikt door de staat en wordt er eigenlijk al een negatief bedrag op jouw naam gezet. Wat je eigenlijk terug zou moeten verdienen. Ja, nu wel, ja. Ja, precies. Dus het is een basisinkomen, zou het dus eigenlijk, dat zou je vanaf je portemonnee moeten krijgen. Ja. En het hoeft niet per se in een bedrag, maar wel bestaansrecht, dat jij gewoon recht op woning, voedsel en wat dan ook hebt. Ja, ja. Eigenlijk zou dat helemaal niet belast moeten worden. Nee, maar dat is natuurlijk of een systeem, als je zegt, nee, elk mens heeft die recht die mensen hebben, dus je hebt recht op een huis, je hebt recht op voedsel. Je kan een heel ingewikkeld systeem maken van we gaan huizen bouwen, dan kunnen mensen, als mensen geen huis hebben, kunnen ze inzetten. En dan kunnen we speciaal voedsel maken voor de mensen die niet zelf kunnen kopen, dat dus nu een voedsel kan doen. Nou, maar dan ga je weer alleen maar mensen die moeilijk hebben, of die net buiten alle dingetjes vallen. Helpen maar met een basisinkomen, zeg je eigenlijk van we maken het even wat makkelijker, we hebben nu helemaal geld wat wij gebruiken om al die dingen voor ons het middel om eigenlijk geldt het middel om die dingen die echt belangrijk zijn, nu zoals het nu ingericht is, om die voor jezelf te kunnen kopen. En met een basisinkomen geef je mensen eigenlijk dat middel en dan kunnen ze zelf kijken hoe ze dat willen verdelen en wat ze daarmee doen. Ja, dan kun je dus eigenlijk kijken van, kijk, als je recht op een woning hebt, waarom zou je dan een woning krijgen of kopen? Ik bedoel, de gros van de mensen kan helemaal geen woning kopen. Nou, dan mag je het huren. Nou, daar word je veel beter van. Dan weet je zeker dat je geld kwijt bent. Dus ik bedoel, uiteindelijk hebben we helemaal nergens recht op. Want als je het even niet betaalt, dan word je eruit gemikt. Dus het basisinkomen garandeert eigenlijk, zou eigenlijk moeten garanderen dat wij dus sowieso minimaal onderdak en voedsel tot onze beschikking hebben. Ja, dan loopt er twee dingen door elkaar. Dus en de woningmarkt die in Nederland eigenlijk helemaal scheef is. Ja. Dat is maar, en dat heeft wel iets te maken met hoe hoog je een basisinkomen zou gaan maken. Je moet natuurlijk een aantal dingen gaan kijken van wat heeft de mens nodig om in Nederland nodig. Dus een woning, hoeveel zou het ongeveer moeten kosten? Hoeveel kost het om je boodschap te doen? Hoeveel kost het om jezelf te kunnen verzekeren? Of ga je die verzekering? Of ga je weer terug naar een systeem waarbij iedereen bijvoorbeeld tegen ziektekosten verzekerd is? En aan de hand daarvan kom je op een bedrag uit. En daar heeft wel mee te maken met hoe je woningmarkt in elkaar zit. Maar in feite staat zo'n woningmarkt natuurlijk. De prijs van een woning staat natuurlijk ergens steeds los van een basisinkomen. Al is een basisinkomen natuurlijk de hoogte wel te maken. De hoogte van een basisinkomen hangt af van de woningprijs. Maar goed, we hebben natuurlijk iets wat ernaast loopt, is de overspannen woningmarkt in Nederland. Ja, die woningmarkt die wordt gewoon gemanipuleerd. We hebben net gezien, deze crisis die was bijna oorzaak van de woningmarkt die helemaal instortte en wat dan ook. En als je nu naar de woningmarkt kijkt, woningen zijn nog weer dezelfde prijs als ze toen waren.
Ze hebben er niks van geleerd. En weer worden hypotheken aangeboden voor. Nou kan weer iedereen een hypotheek nemen die dat wil, zelfs zonder BKR-toetsing en zo. Dus ja, denk ik, waar zijn we nou mee bezig? En tegelijkertijd wordt er momenteel 50 mensen per dag uit de woning gezet. Hoe kunnen we dat ruimen? Ik bedoel, jij hoeft dat niet uit te leggen, maar het is een hele rare zaak. En als we ervan uitgaan dat. Als we geboren worden, eigenlijk al een rekening krijgen, bij wijze van spreken, dan zou ik verwachten, als de staat aan ons wil verdienen, uiteindelijk, dan zullen ze ons moeten onderhouden ook. Kijk, als jij een machine koopt voor een fabriek, die zal je moeten onderhouden, anders staat dat ding in elkaar. En dan, maar bij mijn mensen doen we niet, we worden gewoon ingezet als tool, en worden we ziek, dan worden we afgekeurd, en dan krijg je nog een echte fooi. Maar in feite hoort de overheid ons gewoon te onderhouden, sowieso, vanaf onze geboorte. Ja, ik denk van de taken van de overheid zou moeten zijn om te proberen om zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk te maken. Ja, absoluut. En een aantal dingen aan geluk zijn meetbaar. En bijvoorbeeld, als mensen minder stress hebben, worden mensen gelukkiger. En dat kan, hè, je kan meten van hoe gelukkig een mens is. Ja, dan kan je vragen aan mensen waarom gelukkiger ben jij. En dan zie je in landen inderdaad waar minder ongelijkheid is, dat mensen daar meer gelukkiger zijn. Ja. Je kan het ook andere manier meten is van hoe minder zelfmoord gepleegd wordt. Als er minder gepleegd wordt, zou je kunnen zeggen dat de mensen toch wel gelukkiger zijn. En dan zie je ook dat mensen die minder stress hebben, dus die ze minder zorgen hoeven te maken over of ze wel een woning kunnen huren, of ze wel. Mm-hmm. Voor de hele week voedsel kunnen kopen. Ja. Dat ze niet op maandag hoeven denken van, heb ik nog genoeg in huis of op de bank om zorgelijk zonder nog te eten. Maar als je dat wegneemt, dan zie je het aantal zelfmoorden zie je daar. Dus kan je zeggen, worden mensen gelukkiger. Dus je zou als overheid moeten zorgen, de taak van de overheid zou moeten zijn inderdaad, van hoe kunnen we zorgen dat zoveel mogelijk mensen gewoon op de juiste plek komen en dat kunnen doen. En niet zoals het nu inderdaad is, met dat nu systeem zo ingericht. Een hoop mensen die werken, al zijn eigenlijk voor onze basisdingen steeds minder mensen voor nodig. Een aantal mensen hebben bezit daarover, of die hebben bezit over een lap grond of over een fabriek die ergens op staat. Maar die maken heel veel winst op, en maar betalen in verhouding heel weinig erover. Terwijl die wel een heel stuk grond en een heel stuk van onze aarde eigenlijk in bezit hebben. Dus eigenlijk kunnen zeggen, maar ja, wat ik net al zei, iedereen is van de wereld en de wereld is iedereen. Dan zouden we daar eigenlijk aan de mensen die niet veel bezit hebben die fabriek hebben, misschien wat meer belastingen kunnen afvragen, waardoor een basisinkomen ook weer te financieren. Ja, natuurlijk, precies. Maar welk deel van de wereld is van wie? Ik bedoel, wie heeft ooit aarde verkocht? Aan wie? Ja. Want er is geen verkoper. Nee, er zijn natuurlijk jaren geleden de mensen ergens die hebben een claim opgelegd. Toen er nog nergens een claim op lag, hebben die eerst een claim erop gelegd. En dat is dan eigenlijk van generatie overgedragen, van een keer aan elkaar doorverkocht. Ja. En dat, daar zit u nu in, maar toevallig, dus als jij het geluk hebt dat je over grootvader ergens iets geclaimd heeft, dan ben jij geboren, dan hoef je nergens zorgen om te maken. Maar als iemand anders zo van papa dat niet heeft gedaan, die heeft dan pech. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, we moeten alle weer opnieuw gaan beginnen en een coöperatie. Of je zegt van degene die het geluk hebben dat ze zoveel nu naar zich toe kunnen halen, daar ook wat meer over dat minder wordt en waardoor er ook wat meer van andere mensen overblijft. Ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk een. Als ik over het basisinkomen, dat is vereniging basisinkomen.nl, dat is nou een vereniging. En ik heb begrepen dat er heel veel groepen zijn die daarbij aangesloten zijn, of via de groepen. Maar wat voor resultaten maakt het basisinkomen.nl eigenlijk momenteel naar de overheid? En wat voor contacten liggen daarmee? Doet de overheid daar eigenlijk al, of vinden ze het eigenlijk ook maar een sowieso? Nee, ik denk dat zeker sinds de laatste jaren is er eigenlijk bij de overheid steeds het basisinkomen steeds bekender geworden. Mm-hmm. En we merken eigenlijk dat het vooral bottom-up geweest vanaf de onderlaag hier. In de politieke partijen, bij onze vereniging, bij ons zijn leden uit verschillende politieke partijen aanwezig. Ja.
En je merkt bij een aantal partijen merk je heel erg dat misschien in de top, die hebben niet zo vertrouwen in het basisinkomen. Maar juist van onderop wordt er steeds meer gezegd van doe er eens wat mee. En je merkt ook steeds meer dat het wordt ook vaker genoemd als je maar eens kijken naar Tweede Kamerverkiezingen of programma's. Dat wordt, vroeger werd het nooit genoemd en nu wordt het af en toe nog wel eens genoemd. Ja. Maar ja, je kunt je afvragen dat of de mensen die een baan hebben, die 40 uur per week daarvoor moeten werken, of 36, nou ja, dat maakt niet uit, het is die paar uur. Maar of dan hun vergoeding eigenlijk wel reëel is. Ik bedoel, het is natuurlijk zo van, ik heb van de week toevallig op Facebook een statement gezet, en dat ook al meer, maar van, het is niet de bedoeling dat je niks doet en rijk wordt, maar het is de bedoeling dat je gelukkig bent met wat je doet. En je rijk voelt. Het is dus niet zo dat je rijk moet worden. Rijk kan je al. En ik heb het idee dat mensen die rijker worden van geld en van mij dan niks doen, want daar komt het feit op neer, dat die minder gelukkig zijn. Want het valt mij op dat mensen met een hoog inkomen eigenlijk maar net zo weinig te eten hebben als de mensen die een laag inkomen hebben. Wij hebben mensen met een laag inkomen stellen gewoon minder eisen. Maar met die hoge inkomen, die kopen zich toch nog rijk op de rand van het bestaansminimum. Ze hebben heel veel, maar als je ziet wat ze doen en wat ze kunnen, is het ook niks meer. Ik heb pas over een gesprek op televisie, toen ging het ook nog eens heel over dat de gemiddelde mensen eigenlijk best wel 10% loonsverlaging kan krijgen van de hoge inkomens. En dan hoorde ik dus van iemand die 3 ton verdiende, dat hij niet over naast moest denken dat hij 10% van zijn salaris afging. Dan denk ik, dan kon hij hier rondkomen. Dan denk ik, joh, dan leef je dus eigenlijk ook van het minimum. Ja, ja. Jouw inkomen is gewoon enkel hetgene wat je praat mee kan maken. Van dit heb ik, dat heb ik. Maar je levensbestaan is eigenlijk maar net zo groot. Ja, ik smog. Ja, mensen zeg maar niet. Die wennen heel snel aan nieuwe situaties en die denken dan vooral aan inderdaad van, hé, ik verdien die 3 ton en ik heb die onkosten en ik moet dat huis hebben en ik moet die 4-5 auto's hebben en dat is allemaal. Dat is een beetje hun leefwereld als we wat groter zouden kijken. Er is ook onderzoek naar gedaan inderdaad wat mensen nodig zouden hebben of hoeveel of geld echt gelukkig maakt. Ja, nee. Ja. En het blijkt dat ja, of het gelukkig maakt, dat is natuurlijk nog hard gezegd, maar het blijkt dat geld zeker aan je geluk kan bijdragen. Maar wat een het is wel stress van niet. Maar er is een bedrag, uitgerekend ook, tot waar geld gelukkig maakt. En als je meer gaat verdienen, komt er zoveel meer stress bij, juist. Ja. Andere dingen. Want als jij 5 auto's hebt, dan hoef je die 5 auto's zorgen. En het blijkt dat het bedrag rond de 68.000 euro ligt. Ben je wel? 68.000. 68.000. Maar hou me even. Ik weet niet of het bruto of netto is, maar volgens mij is het bruto. Maar zelfs dat is op zich nog best wel. Het is over 2 keer modaal. Ja. Tot dan, daar geld bij. Dus zou je ook kunnen zeggen, van, nou, als zoveel geld bij jou binnenkomt, en eigenlijk draagt niet bij aan jouw geluk, wat is dan tegen om dan nog meer te kunnen bijdragen aan iemand anders geluk? Als jij het geluk hebt dat je inderdaad met jouw praatje of jouw familie heeft een fabriek in bezit en daarmee haal jij die 3 ton binnen per jaar. Wat is dan tegen om dan... Als jij dan, je hebt geld niet nodig voor jouw geluk, omdat inderdaad daar wat meer, dat geld meer gebruikt wordt om bij te dragen aan het geluk van anderen. Want er zijn andere mensen die moeten rondkomen in Nederland van net nog geen 15.000 per jaar. Ja, dat klopt. En dan zou het kunnen helpen. Dat, ja. Nou ja, het punt is natuurlijk van dat, als je naar onze Nederlandse staatsschuld kijkt, eigenlijk, die is ongeveer 480 miljard geloof ik. En het Nederlandse vermogen van de totale Nederlanders is iets van 58 miljard. Of 580 miljard. Dat houdt dus in, want ik heb daar een rekening van. Dus als iedereen 15% van zijn vermogen in zou leveren, hebben we geen staatsschuld meer. Ja. En dan heeft iedereen zijn eigen geld nog steeds. En als je die staatsschuld af zou lossen, dat zou gigantisch schelen in wat wij aan belasting moeten betalen en wat dan ook allemaal. Want wij betalen eigenlijk alleen maar belasting en we lossen niks af. Nee, de staatsschuld wordt eigenlijk helemaal groter. Hè? De staatsschuld wordt eigenlijk alleen maar groter. Terwijl het, ja, nou, wat je zegt, het hoeft niet, maar dat is ook
Omdat mensen vaak, denk ik ook vanuit een eigen positie redeneren. Ik kan dit begrijpen. Vanuit een directeur geredeneerd van, hè, als hij meer kan verdienen. Dat is een beetje, hè, de mensen zeggen, ik wil graag meer. Maar dan denk je dus niet vanuit de maatschappij als geheel van, word ik gelukkiger en heeft de maatschappij ook aan. Ja, maar die gaat er ook niet gelukkig. Nee. Die wordt hartstikke doodziek als die een paar procent minder omzet maakt. Ja, dat telt hem eigenlijk. Daar word je dus ook niet vrolijk van. Terwijl die er geen boter minder hoeft te eten. Maar iemand die op een minimum zit, als die 10% wil inleveren, die moet wel minder eten. Ja. Of slechte eten kopen. Ja, dat is ook. Dat is een, dus inderdaad, dus voor de maatschappij in zijn geheel zou het denk ik beter zijn als dat mensen die ruim boven die 8 of 6 euro zitten, die ik noemde, als die meer zouden bijdragen. En zorgen dat andere mensen wel weer omhoog komen. Waardoor, en het blijkt ook uit onderzoeken, dat in maatschappijen waarin er minder ongelijkheid is, dat ook die directeur gelukkiger wordt. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk wel, want ik bedoel, kijk, die rijken die wonen nou in bepaalde wijken, want zo is nog steeds geregeld, helaas. En die komen dus eigenlijk niet meer in aanmerking met mensen die het minder hebben. Die kunnen dus ook heel makkelijk beslissen van, nou zet hier nou maar zijn huis uit, want dat geld is van mij. Nou, ja. Dat is dus geen mentaliteit op zich, terwijl die beste man misschien heel goed voor het gezin zorgt. Die is niet bewust van het feit dat hij eigenlijk zoveel ellende veroorzaakt. Ja, mensen hebben eigenlijk niks meer bekijken, maar je ziet gewoon dat in een groep, als je met een groep mensen bent, en je gaat een avondje stappen en je weet toevallig van jouw vriend die naar S zit, dat hij wat voor reden dan ook, dat hij wat minder geld heeft. En die ander naast, die heeft ruim voldoende. Die zegt ook van, joh, ik heb het ook meegemaakt en ik heb een ongeluk gehad tijd geleden. Nou, en daardoor miste ik inkomen en ik ging met vrienden stappen en zeg, joh, wat drink ik? Ik zeg van, nou, weet je wel, ik vind eigenlijk dat je me dat aanbiedt, maar ik kan je niet teruggeven. Want ik heb nu eventjes geld. Ze zei, oh ja, vele van jou, weet je, maar goed. Ja. Ik heb genoeg, hier heb jij een drankje voor mij. Zeg maar, je hoeft niet terug te betalen, ik weet dat jij minder geld hebt. Ja. En, maar met die mensen ben je in connectie. En dan zorg ik van, maar waarom? Inderdaad, ik vind het zo jammer dat er mensen die wat verder bij de groep zijn, dat we die zo de steek gelaten worden. Want dat ook. Het is eigen. Hè? Ik bedoel, als iemand die, als met mijn buurman slecht gaat, ja, dan heb ik daar meer mee te doen dan met iemand die ik helemaal niet ken. Ik kom minder binnen, maar. Ja. Daar zou juist een overheid moeten zijn, vind ik, om te zorgen dat het ook met de mensen die we niet direct zien, dat het ook goed, zo goed mogelijk mee gaat. Nou zie ik echt een hele trend van mensen die volop liefde en licht verspreiden en van het leven vanuit het hart. Maar uiteindelijk merk je daar heel weinig van. Ik bedoel, ze zeggen het allemaal wel en iedereen steunt van alles, maar ik zie niks gebeuren. En als je dan bij die mensen zelf even in hun persoonlijke situatie kijkt, dan is dikwijls ook maar puur als ellende. Ik bedoel, ze proberen elkaar ook wel op te liften, op de een of andere manier, maar uiteindelijk doen ze niks. Hoe bedoel je dat? Hè? Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, stel dat we nou een basisinkomen willen en iedereen tekent daarvoor, zegt dan oké. Maar er gebeurt verder eigenlijk niks. We zijn niet bereid om ons nek uit te steken op het moment dat... Nou, laten we zo zeggen, je hoeft niet te vechten, maar er is nauwelijks iemand bereid om op de barricade te gaan staan van nou moet het klaar zijn. Ja, dat is niet persoonlijk jammer. Maar dat geldt voor alle zaken binnen Nederland, hè, of binnen de maatschappij. Omdat je kan volop horen dat het niet goed gaat met de economie. Denk, nou, wat is de economie? Kan die ziek worden? Is dat dit en dat? Maar er wordt tegelijkertijd, als het niet goed gaat met de economie, worden mensen uitgezogen. En daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden dat het niet goed gaat met de mens. Onze hoofdzaak is economie binnen onze samenleving. Dat het allemaal goed mee gaat. Nou ja, de economie moet groeien, de economie krimpt, wat ik vooral allemaal. Economie kan niet groeien, je kan niet saai ook. Nee, er is eigenlijk een beetje een soort disconnectie ontstaan tussen eigenlijk wat echt belangrijk is voor de mensen. Hè? Ja. Als ik wel even, of mensen genoeg te eten hebben, iedereen, hè, en of mensen naar huis hebben. En daarnaast hebben we dan een soort van economie, een soort, waar mensen eigenlijk een soort schaakspel aan het spelen zijn. En waar ook degene die aan de touw zit en op die manier met mensen omgaan. Van, als iemand iets voor je kan betekenen, dan
Nou, dan vind ik dat mooi. Dan krijg je wat. En mensen niks betekenen, die worden nu weggezet. En dan wordt niet gekeken van. En waar we eventjes vergeten dat er mensen zijn die ook bestaansrecht hebben. Ja. En als je een heel slecht hebt, nou, dan kan je dus misschien wat krijgen. En ik denk, door die disconnectie krijg je dat een beetje. En jammer is inderdaad nu dat een hoop mensen minder actiebereid zijn dan vroeger. Misschien ook omdat ervoor gezorgd wordt in Nederland. We laten eigenlijk in Nederland niemand verhongeren. Nee. Maar wat wij juist weer in de banen zien komen, is juist zorgen dat het met iedereen beter gaat. En iedereen niet minimaal goed gaat. Ja, absoluut. Dus, ja, maar het is, nu wordt eigenlijk mensen, het gaat net niet slecht genoeg met ze dat ze echt in opstand komen. Maar ook niet goed genoeg met de mensen, zodat ze eigenlijk zichzelf meer kunnen opliften. Hè. Een van onze uitspraken is, basis over een springplank als je zorgt dat mensen. En ik denk degene die nu aan het uitstrekken en die heel veel hebben dat die misschien bang zijn van basis komen, geef je mensen, zeg je mensen meer, net een beetje een populaire uitspraak misschien, hè? In hun kracht, mensen die hebben voldoende en die kunnen daardoor ook, worden ze ook sterker, wordt hun positie ook sterker. Maar zou het ook te maken hebben met op het moment dat een basisinkomen onvoorwaardelijk gegeven wordt, dat er minder controle op mensen is? Dat ze eigenlijk bang zijn dat ze ons niet kunnen controleren? Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik bedoel, want als jij een basisinkomen hebt en je wilt wat extra bijkussen of wat dan ook, dan kan dat. Ja. En nu mag dat absoluut niet. Nou, als je maar iets bij terecht te verdienen, dan worden je uitkering ingetrokken en je hebt al de mogelijkheid niet. Ja. Ze verplichten je wel om te gaan werken, maar ze geven je niet de kans om te gaan werken. Nee, plus wat je nu ook ziet is, bijvoorbeeld als je in de bijstand zit, dan zijn er allemaal regelingen voor je. Want je bent zo zielig, dus je krijgt nog, je krijgt huurtoeslag, je krijgt zorgtoeslag. In Rotterdam krijg je nog voor 5 euro per jaar een Rotterdam pas, waarmee je nog een keer wat thuis kan doen. Dus verdien je net die 1 euro te veel, dan verlies je ruim 2000 euro aan huurtoeslag. Ja, precies. Dus het wordt niet moeilijk gemaakt om je te werken. Dan met een basisinkomen zeg je van, als je meer geld verdient, ga je er altijd op vooruit. Natuurlijk moet je meer verdienen ook een gedeelte van afdragen om voor de samenleving te zorgen. Als je echt een basisinkomen zou krijgen, zou je geen huursubsidie meer nodig moeten hebben. Als het basisinkomen hoog genoeg is, is geen huursubsidie meer nodig. Precies, daarom. Dus als je dat omrekent, moet dat volgens mij veel goedkoper zijn. Maar ook al die controlerende instanties, die hebben niks meer te doen. Dus die krijgen wel een basisinkomen. Maar dus ik heb zo het idee dat ze, ik heb het ook wel eens gelezen, dat werklozen, dat die goed zijn voor de economie. Omdat we niet omdat die werklozen het goed hebben of die bijstandsuittrekkers, maar degene die er aan verdienen, die verdient er veel meer aan. Ja, dus met name met lage geschoolde werknemers. Ja. Omdat nu kan een bedrijf zeggen van ik neem jou in dienst. Als je nee zegt, dan werkt de gemeente nog mee. Want die zegt van dan word je aan je uitkering gekort, want je wil niet werken. Ja. En terwijl jij misschien heel zwaar werk moet gaan doen voor een hele lage beloning. Heb je al het basisinkomen, dan kan jij zeggen tegen een werkgever, ik wil best van jou dat zware, vieze werk doen. Ja. Maar dat moet wel eens beter betalen, want anders vind je dit moeite waard. Maar dan wordt het de markt ook een beetje logischer en ook eerlijker. Het wordt zeker eerlijker, want dan krijg je juist, dan wordt leuker werk, zou misschien minder betaald worden. Mensen die comfortabel op kantoor zitten, die zouden misschien iets minder betalen. En die nu 3-4 keer worden afgediend, die krijgen dan wat minder betaald. Want ik ben ervan overtuigd dat als je bepaald werk niet wilt doen, niet klopt, niet is omdat het klote werk is, of dat het slecht werk is, of zwaar werk is, nee, maar omdat je er te weinig voor krijgt. Ja. Kijk, op het moment heb je, als jij een vuilnisophaler, of iemand die de blaadjes van de straat afblaast en zo, weet je wel, die wordt gecontroleerd door mensen die minimaal 3 keer zoveel verdienen als degene die de blaadjes opraakt. Ja, wat gek is, als die controleur verdwijnt, wordt er steeds afval gehaald. Natuurlijk. Verdwijnt die vuilnisman? Dan wordt het een rommeltje. Dat hebben we in Napels gezien, dat hebben we jaar geleden in New York gezien. Ja. Eigenlijk is het als die mensen, die hebben eigenlijk meer macht dan ze eigenlijk zelf beseffen. Als die zouden stoppen in de werk allemaal, dat is het punt. Dan wordt het een rommeltje. Maar die macht hebben ze alleen als ze zich goed zouden organiseren. En maar juist geen de top hebben ze beter georganiseerd, waardoor die eigenlijk nu, dat is echt veel meer verdienen. Maar met een basisinkomen heeft dus individu ook wat meer macht. Een zwaar woord, maar heb je wel in ieder geval een betere onderhandelingspositie heb je. Ja. Want je zegt van dat werk gaat gewoon meer kosten. En er zijn, ik denk een hoop mensen dat werk nu doen als het beter betaald zou worden en dat de meeste mensen niet eens belachelijk veel betaald worden. En iedereen wordt er ook een beetje concurrent. Op een gegeven moment zegt iemand die doet voor dat geld. Ja. Dan heb je daarmee een standaard gelegd, maar die wel uit een
meer gelijkwaardige positie gecreëerd is tussen de vuilnisman en de werkgever. Nee, maar dat klopt natuurlijk. Want kijk, als hij straatveger zou zijn, dan kan ik me voorstellen dat degene ontzettend trots op zijn werk is als hij de straat schoonmaakt. Absoluut, het is heel belangrijk werk. Maar omdat het is weinig gekregen, het is een opbaantje en het wordt niet gewaardeerd. Nee. Want die straat schoon, dat is net zo belangrijk, minimaal, als dat iemand zijn tanden laat trekken, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik denk dat je een veel waardiger maatschappij zou kunnen krijgen met een basisinkomen. In zekere zin heb je inderdaad, als mensen beter beloond worden voor werk wat echt bijdraagt aan die maatschappij. Tot bepaalde hoogte gaat het zeker bijna aan hoe iemand zijn werk gewaardeerd is. En nu zien we heel veel werk wat eigenlijk voor mensen met mentale fysiek vrij zwaar is. Hè? Zelf met vuilnis ophalen. Ik werk zelf in evenementen en ik werk, als ik zondagnacht moet werken, krijg ik evenveel betaald dan wanneer ik gewoon ergens overdag werk. Wat eigenlijk bewezen is dat s'nachts werken is slechter voor mij. En omdat ik ook nog in de weekenden werk, is het last van mijn sociale contacten. En ik vind ook dat op die momenten dat ik wat meer, die last die het voor mij is, dat het beter gecompenseerd mag worden. Maar goed, er zijn heel veel mensen, dus het is leuk werken, mensen willen dat ook graag doen. Dat is belangrijk. En dus mijn onderhandelingspositie is gewoon, besef ik mij, is gewoon niet zo heel goed. Dus met de basis komen zou die ook beter zijn. Ja, absoluut. En met dingen die wij heel belangrijk vinden nu, de verpleging en zo, die krijgen ook niet heel veel betaald, maar die krijgen ook dan een betere onderhandelingspositie. Ik denk dat werk met de basis komen, als die mensen een betere positie hebben, dat ze tijdens loonhandeling dat andere bedrag gaat komen. En de mensen die in de management die erboven zitten, ja, ik denk dat daar dan het geld vanaf zal gaan waarschijnlijk. Omdat het toch ergens van betaald wordt en het moet hem daarvoor komen. En nu komt heel veel geld juist vanuit de onderlaag gehaald. En ik denk met het basisinkomen, omdat gewoon die onderlaag dan eigenlijk niet meer is en sterker staat. Ja. Dat daar dan de loon wat omhoog gaan en van de top misschien flink naar beneden zullen gaan. Als jij... Jij komt uit de vereniging binnen Rotterdam, zal ik maar zeggen. Dus jij, is het nou noemenswaardig ook al verschillend tussen de verschillende steden wat ze met het basisinkomen doen? Is Rotterdam bijvoorbeeld een luisterend oor om te kijken om daar positiever in te raken? Rotterdam zou juist dé stap bij uitstek zijn om wat te gaan proberen aan de basis te komen. Omdat er is vrij hoge werkloosheid in Rotterdam. Maar helaas is Rotterdam juist, zoals nu met de gemeenteraad zit, juist het strengste met de participatiewet. Ja. Wij zijn zelf als basisteam van de vereniging wel in gesprek met verschillende politieke partijen. En je merkt, de ideeën binnen de partijen, of tussen de partijen, die verschillen heel erg. Een aantal partijen zijn wijselijk tegen. Maar er zijn ook de partijen die eigenlijk voor hun tegenargumenten geen wetenschappelijke basis hebben. Nee. En een aantal partijen zijn juist voor. Dus ik vind, met de verkiezingen in maart, dacht ik, zouden mensen die het idee van de basisinkomen een goed idee vinden, toch eens in de partijprogramma's moeten verdiepen. Wij zullen ook binnenkort als vereniging of als basisteam een beetje met... De partijpunt die met basis komen te maken heeft op onze Facebookpagina, wat we bekendheid aangeven. En zouden mensen daar staan moeten kijken en dan kijken of dat hun beeld van hun partij misschien kan veranderen. Dat ze misschien op die partij gaan stemmen of misschien een andere partij. Omdat ze juist wat meer voor de mensen willen zijn. Ja, en als jij naar Rotterdam kijkt, je zegt zelf dat zou bij de stad moeten zijn om het basisinkomen te stimuleren. Ja. Heb je het idee dat de mensen in Rotterdam, dus de bevolking, eigenlijk de samenleving, begrijpt wat het basisinkomen is? Of steeds meer, niet iedereen, maar ik merk wel steeds meer in de nu ruim 3 jaar dat ik me zeg maar actief inzet voor het basisinkomen, van steeds meer kant dat mensen er positief tegenover staan. Een aantal mensen juist niet. Ik bedoel, zoals nu de wethouder die erover gaat. Die juist niet, die gaat heel erg uit van je moet mensen, maar als je mensen genoeg dwingt, dan gaan ze aan het werk. Als je naar mensen kijkt, heel veel mensen in Rotterdam die erbij zitten, die willen doorgaan aan het werk en die doen een stinkende best. En die schrijven elke dag meer sollicitaties per dag. En dat lukt ze niet. Ga je dan zeggen van het ligt aan die persoon dat niet? Of is gewoon, nu is gewoon de arbeidsmarkt zo dat het verjaardag is. Moet je naar iemand echt nog meer gaan planeren omdat het niet lukt, terwijl hij echt zijn best doet? Of zeg je tegen iemand van. Joh, hier heb je een basisinkomen en
En gaat dat proberen, want de meeste mensen die proberen het sowieso al. Ja. Dat is een beetje, ik vergelijk dat met een voetbalteam, of met een professioneel team. Dan ga je ook tegen je reservespelers zeggen, die willen allemaal, willen graag spelen. Ga je dan tegen iemand op de bank zitten zeggen van, joh, het is jouw schuld dat je niet speelt? Of zeggen, nou ja, we kunnen nu maar 1 op 11 spelen, zodat we tegelijkertijd het veld opsturen. Ja. Maar diegene die op de bank zit, die gaat ook trainen. En in het professioneel team, die gaat ook betaald, misschien iets minder dan geen veld staat, maar die moeten wel goed verzorgen. Want zodra we hem misschien een keer nodig hebben, moet hij bij elkaar zijn. Maar waar gaan we nou tegen mensen in de bijstand zeggen van, joh, het ligt allemaal aan jou, het is jouw schuld en dan ga je maar korter als je zelf geen werk kan vinden. Zeg tegen diegene van, we gaan goed voor jou zorgen en we trainen de volgende. Nou, dus mocht je nodig zijn, dan ben je er klaar voor en dan sta je er goed in. Dan heb je misschien meer zin in dan wanneer je uit woont, meer in de baan gedwongen wordt. Nou ja, ik heb vast iemand horen zeggen, van de sociale dienst, dat als je 60 jaar bent en je solliciteert nog zoveel, dat het minder dan 1% kans is dat er überhaupt iemand reageert. Ja. Dus laat staan dat je ooit een keer onaangenomen wordt. Maar van de 55 is dat dan nog geen 6% dat daarop reageert. Dus ik bedoel, uiteindelijk zou je van de 55-plussers eigenlijk al met een basisinkomen kunnen starten, omdat die mensen de vrije hand gegeven wordt, want die willen donders graag nog werken, en dan, om dan iets bij te verdienen en dus eigenlijk weer een volwaardig bestaan op te bouwen. Ja, maar ik zie heel veel 55 plus en 60 plus die wel hard werken, maar die eigenlijk niet veel betaald. Ja, en nu worden ze, en nu moeten ze en solliciteren. En ja, heel veel mensen, of ze hebben heel veel mensen die werken, die zorgen voor de kleinkinderen, omdat vader en moeder moeten allebei werken. Hè? Als zou vader of moeder voor de kinderen willen zorgen, lukt niet eens, want dan kunnen ze niet meer. Nee, dus worden daarvoor de grootouders ingezet. Dus eigenlijk zorgen die al. Die zorgen dat de maatschappij al beter. Die zijn al bezig. En nu gaan we ook nog zeggen van ja, maar je doet niet goed genoeg je best. Dus je moet papier gaan prikken. Ja. Terwijl men met een baas kan me zeggen van nou ja, dan kan zo iemand, als hij dat wil, proberen werk te zoeken. Nou ja, dan zegt zelf die kans niet te groot. Nou, dan kunnen ze, het blijkt dat mensen met een baas komen ook. Zelf dingen gaan verzinnen. Ja, plus dat ze ook, behalve als voor kinderzorg ook nog eens moeten onvermelden laten, dat juist in heel veel verenigingen, sportverenigingen bijvoorbeeld, dat er heel veel van dat ze mensen die vereniging draaien houden. Wat ook heel belangrijk is, om de maatschappij leuker te maken. Nou, het bewijst eigenlijk ook zo dat als mensen die wel werken en 40 uur en het salaris krijgen, en zeggen dat als je een basisinkomen hebt, gaat er niemand meer werken. Dat bewijst hoe ongelukkig die mensen met hun eigen werk zijn. Ja. Dus die gaan niet met plezier werken. En dat is eigenlijk wat ik doe. Hey, ik doe ook hartstikke veel en ik doteer het wat dan ook. Maar ik heb daar plezier in. Ja. En ik krijg ook mijn bijstandsniveau. Dus bedoel, wat dat betreft, mensen willen niet werken. Nee. Ja, allemaal. Je moet voorstellen dat je 40 bent en de rest van je leven nog een pakweg jaar of 50 niks doet. Ja, dat ze funest, worden hier toch altijd wat. Ja, maar kijk in Rotterdam hoeven mensen niet vrijwillig dingen doen. Er zijn een aantal poppodia. Zoals, ik ben zelf geleerd aan Baruch in Rotterdam-Zuid. Mm-hmm. Nou, daar werken 3 man zijn daar in dienst en de rest doet eigenlijk al, nou ja, en op een avond zelf is misschien de hoofd van de techniek en de geluidsman, die krijgt daar iets voor betaald, want die verantwoordelijk is voor de avond. En de rest, de barman, degene achter het licht, degene die bij de enter is staan, degene die de posters maakt voor de promotie, doen het allemaal onbetaald. Dus waarom zeggen die zeggen dat mensen niet gaan werken? Dat is ook werk, wordt niet betaald. Natuurlijk is het werk. Ja. Ik ken zat andere verenigingen in Rotterdam, je kan leger voorbeeld noemen van mensen die vrijwilligerswerk doen. En die krijgen niks op betaald. Doen ze omdat ze iets kunnen bijdragen. Mensen willen graag iets bijdragen. Maar er zijn ook heel veel mensen die inderdaad, die krijgen een goed betaalde baan. Dat vind ik 3 keer modaal. Die zeggen zelf van ja, als ik stop met werken morgen, merkt niemand daar wat van. Terwijl als die vrijwilligers door het werken, in Baruch bijvoorbeeld, ja, dan kan die avond niet doorgaan. Ja. Terwijl als iemand die de controle van de controller, in feite, ja, als die stopt werken, ja, dan gaat het bedrijf heus wel door. Ja. Er is onderzoek geweest dat meer dan 60% van de mensen in Nederland zegt dat als zij stopt met hun, die zeggen zelf van hun eigen werk, als ik hiermee stop,
Dan zou het. Nou ja, het punt inderdaad, heel veel mensen zeggen van als je geen geld meer voor je werk krijgt, dan doe ik niet meer. Nee, omdat en of als je genoeg geld zou hebben, wat zou je dan doen? Ja, zou ik stoppen met werken. Dat betekent dus dat we eigenlijk een ontzettend zieke maatschappij hebben en niemand plezier is in te werken, alleen maar voor de stomme geld. Ja, maar er zijn ook mensen die hoeven echt niet te werken. Die hebben meer dan een miljard onbesteld, die hebben dat geld. Die blijven ook aan de slag. En ook, er zijn loterijwinnaars, zowel in België heb je Win for Life, dat betekent dat je de rest van je leven iets van 2000 euro per maand krijgt. Al die winnaars, die zijn nog steeds bezig. Die zitten niet thuis met een Netflix abonnement, alleen maar Netflix. Nee, natuurlijk niet. Die gaan dingen doen, die gaan dingen doen wat vind ik leuk. Gaan ze wel doen. En of sommige mensen die zijn zakengesteld, die gaan dingen doen waarmee ze misschien nog geld verdienen. En heel veel mensen die gaan denken, wat kan ik bijdragen aan de maatschappij? Als iedereen vanuit die mindset heeft van, joh, ik hoef niet zorgen te maken. Ik ben er ook van overtuigd dat de mensen die constant achter Facebook zitten of achter appjes of wat dan ook, dat die eigenlijk dood verwerken. Ja. Dat is geen bezigheid meer, dat is gewoon verwerking. Ja, en lachen over een ander die het misschien beter of slecht heeft. We zijn echt de keien om mensen af te maken. Ja. Maar ja, als je op Facebook staat, nou zelfs als je met hele positieve vragen komt of statements of wat dan ook. Maar iedereen die gaat erop, inclusief trollen, want die zijn natuurlijk nog slot. Maar dan denk ik van, er klopt iets niet. Als je gewoon in Nederland kijkt, hè, dus 80% van de bevolking die neemt op een of andere manier medicijnen. Wat voor een zieke maatschappij hebben we dan? Ja. Dat we onze bevolking niet eens gezond kunnen houden. Los daarvan. Ja, nee, dan kom je op een ding bijvoorbeeld wat in Canada gebleken is. Daar is een experiment geweest in het plaatsje Dauphin. Dat was geen basisinkomen, dat was negatieve inkomstenbelasting. Dus dat het verschil met basisinkomen is, je geeft vooruit mensen geld. Ja. En met negatieve inkomstenbelasting is van, je stelt een grens. En ga je toen de tijd ging ze elke week ging met een loonstrookje naar degene die het experiment uitvoerde. En verdien je minder dan die grens, werd het aangevuld tot die grens. Dus dat is beter dan zoals het nu is, maar het is nog niet zo leuk als het basisinkomen. Maar daar bleek ook dat daar al in slechts twee jaar tijd, dat daar gezondheidszorgkosten met 6% afname en de GGZ-kosten met 8%. En dat was en in slechts twee jaar tijd kan je eigenlijk wel eens doen als je mensen een echt basisinkomen wat voor waarde is te geven. En dat meerdere jaren lang, dat mensen niet meer zich zorgen hoeven te maken. Want het blijkt ook gewoon dat vanuit de politiek wordt, we gaan de broekriem aanhalen. Wat meestal betekent dat degenen die nu niet zo ruim hebben, dat zij het juist moeilijker krijgen. Ja. Zie je daar weer voorbeelden van mensen die het gas aan laten staan en de boel opblazen. En dat komt van, die weten niet hoe ze morgen weer moeten rondkomen. Die hebben al die stress en als ze dat weghaalt, ja, precies. Dan is de verwachting vanuit de andere experimenten die er zijn, dat er inderdaad ook je gezondheidszorgkosten flink naar beneden gaan. Omdat mensen weer zelf een ruimere keuze kunnen maken. En die kunnen ook weer kiezen voor gezonder voedsel. Wat ook blijkt dat een heel veel mensen niet alleen voor zichzelf beter voedsel hebben, maar ook voor die willen ook iets kiezen wat voor het milieuvriendelijk geproduceerd is, wat diervriendelijk is. En blijkt dat juist mensen die rond die twee keer modaal zitten, die bij een boodschappen, hebben die de ruimte, zowel financieel als ook in hun hoofd, om te kunnen kiezen van dat voedsel is ook voor de maatschappij beter of minder schadelijk. Maar iemand die alleen maar die blij is als die al als die het ongevoel al kan wegnemen, die denkt dat het goedkoopste is. Ja. Dus mensen gaan van zowel voor zichzelf als voor de maatschappij. Ja. Blijkt dus uit experimenten dat ze betere keuzes gaan maken. Nou, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik geloof, het is een, wat zou Nederland eigenlijk nodig hebben om die boersnaus te geven dat we werkelijk een basisinkomen krijgen? Zijn er in Nederland bijvoorbeeld al gemeentes die daar positieve resultaten mee ons bereikt hebben? Zonder dat achteraf gewoon zeggen, nou het was wel eens positief, maar we stoppen ermee, want het geld is op. Dat is vaak zo, want toen is er alleen experimenten geweest. Er zijn een aantal gemeentes die er nu mee bezig zijn. Uh-huh. Even goed kijken, mijn hoofd is allemaal weet, maar dat is Utrecht, Nieuwegein. Wat ik wel weet, bijvoorbeeld dat Amsterdam, die heeft ervoor gekozen om de participatiewet minder streng uit te voeren als Rotterdam doet. Rotterdam die doet hem zo streng mogelijk, Amsterdam juist zo losjes mogelijk, waarbij Amsterdam
bijvoorbeeld ook problemen heeft gekregen met de regering, omdat ze... Met de regering, omdat Amsterdam, die hield zich niet aan sollicitatieplicht. En dan bleek dat in Amsterdam dat er minder, dat de juiste mensen misschien nog meer beter in werk komen dan in Rotterdam. Dus dat heel strenge zijn, dat heeft ook weinig geholpen. Maar ja, in Nederland is het door de afgelopen regering vrij moeilijk gemaakt om aan gemeenten om te experimenteren. Er werd gezegd van de participatiewet, gemeente heeft meer vrijheid. Maar de gemeente die vrijheid wilde nemen, die is het moeilijk gemaakt. Maar er zijn een aantal gemeentes die zeker wel willend zijn. Ja, maar weet je, dat de participatiewet, die is eigenlijk helemaal niet legaal. Je doet op dat je zo'n slavernij creëert? Ja, maar ook gewoon in de wet staat bijvoorbeeld dat nog steeds dat het tegenover bijstand geen tegenprestatie verwacht mag worden. Nee. Dat staat gewoon nog steeds in de wet. En als jij een participatiebaan weigert, dan zeggen ze, nou je weet wat het voor je inkomen in kan, dat kan niks voor je inkomen. Want in de Nederlandse wet staat ook dat als je bij een werkgever werkt, dat je minimaal het minimumloon of cao-loon krijgt. Nou, als ze dat op bijstandsniveau willen laten, kan je dat gewoon weigeren. Of nee, in de wet staat het minimaal dat moet krijgen. Ja, Nederland is nogal een kei om wetten te maken die tegengesteld zijn de wetten die al bestaan. En dan maar als je dat aangeeft bij een sociale dienst bijvoorbeeld, van nou ja, want ik ga het helemaal niet zoeken, maar hoe je op aanvormen of iets wat in de lijn ligt. Kijk, ik heb twee HBO-opleidingen, zowel werktuigbouw als ICT. En ze bieden mij een baan aan als tuk-tuk-chauffeur. Ik dacht toen even normaal, joh, van heb je dat op een cv gekeken, bro? Ja, en zou het inderdaad die tuk-chauffeur hard gezocht moeten worden, net hier aan de baan te zeggen? Oké, maar dat is ook niet zo. Plus inderdaad, ja, het is tegengesteld, ja, want eigenlijk is iemand een werkgever ja, verplicht minimumloon of CO te betalen. Ja. Maar dan moet je opeens aan het werk voor de bijstand. En nu worden mensen zo gedwongen en ze zeggen het mag eigenlijk niet. Maar goed, als iemand ons recht te halen, is ook al wordt ook steeds moeilijker gemaakt in Nederland. Absoluut. Dus ik weet ook, in Dordrecht doen ze er een experiment bij met mensen die in de bijstand zitten, die mogen dan maximaal 200 euro per maand bijverdienen zonder dat het in te moeten leveren. Maar ik heb dat er een beetje uitzitten, zo nou, dat is echt een hele neppe. En dat mag maximaal een half jaar, hè? Ja, maar dus theoretisch moeten die mensen zich wel even inschrijven in de Kamer van Koophandel. Krijgen dan een leer. Maar ze moeten minimaal 800 euro verdienen, willen ze die 200 euro mogen houden. Ja, voor mij is het landelijk ook. In Rotterdam was het ook zo dat, je hoeft niet als zzp'er, maar het mocht ook als bedrijf, het mocht ook gewoon... naar het loon verdienen, maar dan wordt inderdaad driekwart wat ingehouden. Ja, klopt. En dus je mag maximaal of 200 euro per maand mag je... Hoeveel? Nog dan? 200 toch? Nog 200, ja. Ja, dus als jij 25% mag houden, dan moet je minimaal 800 verdienen. Ja, want, en daarboven ben je sowieso uit de bijstand. Ja, precies. Als je meer zit bijhouden. En inderdaad maximaal een half jaar. Dus weer mensen echt heel... Ja, maar dat is ook maximaal voor een half jaar. Ja. Dus als ik zeg van nou oké, het lijkt me wel iets leuks en ik bouw er een klantenkring mee op, dan moet ik er ineens mee stoppen. Want dat mag niet meer, dat mag maar maximaal een half jaar. En dan ben jij dus en je extra bijverdienst bij kwijt, maar je mag ook helemaal niet ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel. Nee, je mag eigenlijk, je kan op inschrijven, dat moet je, want het mag alleen maar een overleg lopen, dat moet je nog toestemming vragen. Ja. Plus als jij eenmaal inkomsten hebt, dan gaan ze voor het gemak ervan uit dat je die maand ook hebt. Ja, precies. Ja, dat iemand die een onderneming start, dan heb je dat de inkomsten kunnen behoorlijk fluctueren. En met een basis komen van het opgeven mensen die basis. En dan zouden ze kunnen zeggen van, er zijn mensen die ideeën hebben voor een eigen ding. En misschien zullen van de 100 ideeën, zullen misschien maar 10 echt succesvol worden. Ja. Maar je creëert zo'n grote pool met een basis komen, dat iedereen... Dat voor zichzelf kunnen doen en niet per se hoeven te vragen of het dan wel of niet kan. Maar we zien dat we juist veel meer ideeën boven komen. Dus eigenlijk zorgen ervoor als gemeenschap, als maatschappij, met zo'n basis komen. Dat je inderdaad mensen die dat soort ideeën hebben, die geven je de ruimte om zoiets te kunnen doen. En er zullen misschien een aantal ideeën zijn die helemaal niks worden. Nee. Maar goed, je hebt je. Maar op zich houdt het nog niet uit. Nee. Ik bedoel, maar dan word je uitgeselecteerd door de maatschappij en de mensen die jou aan dat werk gunnen. Ja. Want als jij je werk goed doet. Ja,
hebben. Je kunt natuurlijk van alles willen, maar als je het niet kan, dan houdt het keer op. Nee, maar nu heb je wel zeg maar een vanuit de, als je uit bij zit, dan heb je een klantmens, zeker hoe het precies heet, maar die jouw zaak behandelt en die moet het goed idee vinden. Maar dat zijn niet jouw klant, hij is niet regelmatig voor jouw klanten. Dus dan krijg je ook weer een rare verhouding. Dus dan moet ja. En die moet klanten kunnen vinden, maar moet eerst wat filtering van de gemeente wel. Dat ene filter haal je weg en dan moet iemand zich echt bewijzen of zijn werk wel niet goed is. Ja. En dat zie je ook in een aantal experimenten, bijvoorbeeld in Kenia een experiment waar ze een compleet dorp een baas in komen gegeven hebben. En dan zag je inderdaad dat mensen die omdat ze zich nu wisten dat ze sowieso al genoeg geld kregen om eten van te kopen. Ja. En die konden daarmee samen, en hield het nog een klein beetje over, en dan konden ze samen met een aantal buurtbewoners, was een vrouw die ook zei van, nou ja, ik heb het gehad overgehouden en ik heb van dat geld kon ik een naaimachine kopen. Dat zou ik anders niet doen, want dan als ik maar moest, zoals de situatie ervoor was, nou, had ik net genoeg om te eten, hield ik niks over. Nu hield ik het over en ik wist ook, ik kan die naaimachine kopen zonder dat ik zorg zou maken of ik niet verhonger. En die is toen een naaibedrijfje begonnen bijvoorbeeld. En dat is heel goed gaan lopen, maar zonder dat basisoma zou dat niet gekund. Zonder die basis te krijgen. Ja, ik denk dat lijkt me ook logisch. Ik denk dat je juist mensen heel erg stimuleert. Kijk, dat dan wat je bijverdient nog ook weer belasting over moet betalen. Dat lijkt me niet meer als normaal eigenlijk. Nee. Maar dan ook nog even kijken van waar gaan we onze belasting voor betalen. Ja, als bevolking, dan mag best wel eens kritisch naar gekeken worden. Waar betalen wij onze belasting eigenlijk voor? Ja, en ik denk als je ziet dat een basisinkomen invoert en je ziet dat het werkt en dat de maatschappij leuker wordt, dan wordt mijn zin ook gewoon de bereidheid om belasting te betalen ook vergroot. Want dan kan je ook zeggen als groot verdiener van joh, ik betaal heel veel belasting in, dan kan je misschien bijna nog trots zijn als je zegt van nou ja. Ja. Nee, dat... Ja, maar dan ook nog eens kritisch kijken waar we die belasting eigenlijk voor betalen, of dat allemaal wel nodig is. Want we krijgen een begroting en dan wordt er zoveel voor dit voor gegeven, wat of dat. Maar niemand verantwoordt achteraf waar dat geld dan uitgegeven wordt. Kijk eens naar die 70 miljard die Rutte uit het AWBZ gehaald heeft op een gegeven moment. Ja, ze wordt op aangesproken, maar ja, dat wordt naar het weggewimpeld. Ja. Er wordt gezegd dat het was fout. Ja, laat ze zeggen voor mij wat dat een fout was. Laat ze die 70 miljard eens verantwoorden. Waar is die nou toch gegaan dan? Ja. En dat hebben ze niet gedaan. En de ABP die heeft het precies hetzelfde gedaan. Die heeft 35 miljard even weggesleust. Terwijl verteld wordt dat er niet genoeg geld is om het pensioen te betalen. Ja, en als je 70 miljard uit het ziektekostenverzekering haalt, uit de AWBZ, dan zeggen ze dat de premie omhoog moet, omdat er te veel verlies gemaakt is. Nou. Ja, maar dat wordt ons ook verteld eigenlijk, hè, als samenleving, dat er te weinig geld is, denk je van ja, maar dan doe je iets verkeerd, dan wordt dus weer het geld als het hoogste doel gezien, terwijl geld een middel is. En er zijn genoeg middelen, er zijn, zowel wereldwijd als binnen Nederland, er is genoeg voedsel. Ik weet wel wereldwijd bijvoorbeeld, wij produceren genoeg voedsel voor 12 miljard mensen. Ja. Nou, we zijn met 7 miljard op de aarde, dus in feite is er... Er is nu al genoeg... Ja, precies. Ja, de schaarste wat we hebben gecreëerd. Er is redelijk wat ruimte, ja. Ja. Maar omdat een aantal mensen dus... Omdat we hebben nu gekozen voor geld als ons ruilmiddel om te zorgen dat wij beschikking krijgen over dat voedsel. Een aantal mensen hebben dat geld niet, waardoor er een miljard mensen honger lijden. Terwijl eigenlijk... Dus eigenlijk staat er dan voor meer dan 500 mensen te eten, staat er vol. Het is er wel. Geef die mensen het geld, dan zullen die mensen de manier verzinnen om het voedsel bij te krijgen. Ja, en ook met woningen. Er staat zoveel ruimte leeg, misschien niet per se woonruimte, maar er staan genoeg kantoren leeg om iedereen in Nederland te huisvesten. Ja. Maar omdat die mensen het geld hebben, hebben die mensen meer geld, dan zullen ze die ruimte zitten. Dan zullen ze zeggen van nou, ik wil die ruimte hebben, maar nu is het geld niet. Dus wil ik even van nou ja. Weghalf. Ja, we hebben ooit ergens een verdrag getekend dat iedereen recht heeft op woonruimte, maar je hebt geld niet, dus gaan we in de opvang zitten. Ja, nou ja, precies. Terwijl ergens anders staat er ruimte leeg. Die, als die mensen geld zouden hebben, zouden ze ruimte kunnen benutten. Ja. Zijn er ook landen al die het basisinkomen hebben en die dat niet achteraf afgeschaft hebben? Dus die gewoon het niet meer als een basisproject beschouwen? En na het project misschien wel constateren dat het gelukt is, maar dan toch mee stoppen omdat
Nou, dat was eigenlijk dat, ik weet het experiment in de meeste projecten eigenlijk gestart als iets met een project van een bepaalde tijd. Ja. En op een gegeven moment is dan het budget van het project is op. Want eigenlijk de meeste experimenten nu, er is natuurlijk veel geld van buiten ingekomen. Ja. Maar uiteindelijk bleek dat binnen dat project dat eigenlijk heel succesvol was. Maar goed, daarna vind je dat als project, vind je dat wel, maar dan is het moeilijkheid dan om mensen te laten zien van kijk, het is heel mooi geworden. Maar dan verder, in Dauphin bijvoorbeeld, dat project zou langer duren, maar er is op een gegeven moment werd inderdaad gezien dat mensen gingen, gek genoeg, geen mensen individueel geld, maar ze gingen wel weer samenwerken. Ja. Iedereen heeft een klein beetje geld over, we gaan samen en gaan we een auto kopen. Een stelwagen kopen omdat we onze goederen naar een markt opeens kunnen hebben, een grote assetmarkt. Dat creëerde als boer zijnde, als een boerengemeenschap waar die project was. En toen kwam er de gezondheidskosten daalden. Toen kwam er een partij die eigenlijk voor ingenomen was en zei van nou, die negatieve inkomstenbelasting vinden we niks. Nee. Toen was dat project was daar. En toen zagen ze eigenlijk al van ja, maar eigenlijk het werkt wel. Die boerengemeenschap wordt eigenlijk opgetild. Maar dat paste niet bij hun politiek. Dus omdat het niet bij hun politieke visie paste, is de financiering van dat project gestopt. Dat was hier al gebeurd. Ja, maar komt het ook niet dat als je een basisinkomenproject start, dat de controle daarop misschien wel meer kost als het project zelf? Kijk, als daar ook dat controle op blijft zitten, dan kijk je scheef naar het project eigenlijk. Ja, dat. Dit is natuurlijk een experiment. Een experiment, dan heb je mensen nodig die monitoren. Maar het is eigenlijk, de controle is eigenlijk een stuk minder. In Dauphin, het enige wat gecontroleerd werd, was het loonstapje van die mensen. Wat ze altijd iets hadden en er werd aangevuld. Maar ja, je hebt inderdaad een onderzoeksgroep om die data goed te verwerken. Maar uiteindelijk, als je ze implementeren, dan verdwijnt die wetenschappersgroep. Dan heb je alleen maar het apparaat dat nodig is om te zorgen dat er geld bij de mensen terechtkomt. Maar dat is aanzienlijk goedkoper dan zoals het nu is. Ja. Omdat er zo'n gigantisch controleapparaat boven zit. Ja, dat is ik denk dat als je een project start, wat je eigenlijk al bewezen hebt dat het minder kost als het huidige apparaat. En je stopt dat. Dan wordt er niet goed over nagedacht, volgens mij. Ja, het is natuurlijk een klein experiment. En eigenlijk wordt er nu met de onderzoeksresultaten te weinig gedaan, mijn zin. Nou, precies. Dat mensen zeggen van ja, een basisinkomen, het is zo duur. Maar je moet het eigenlijk meer zien als een investering in de mensen en in een gemeenschap. En dan dat is natuurlijk een heel andere blik wanneer je kijkt van ja, van het kost zoveel. Nee, het is gewoon een investering waaruit nu de experimenten we al bewezen hebben dat je meer gelukkige mensen krijgt, lage ziektekosten. En ja, daar zit misschien een prijskaartje aan, maar dat is de prijs van investering. Ja, maar dat is misschien wel het punt. Kijk, als het een investering is, als je een investering op een goede manier doet, komt daar ook weer geld uit. Ja. En als je dat niet goed doet, ja, dan zie je gewoon, maar aan wie ligt het dan? Aan degene waar het experiment op gericht is, of degene die het controle en zegt, nou dat is toch niet wat ik verwacht had. Is het de bedoeling dat met een basisinkomen de werkgevers of overheid als doel heeft om daar winst op te maken? Of is het de bedoeling dat we een gezonde maatschappij maken en waar een gelukkige samenleving Ja, dat tweede duidelijk. Ja, dat is ook. Ja, en dat vind ik, met mensen die persoonlijk geld hebben, die zullen ook dingen geld uitgeven. Ja. Of gaan naar een sportschool, zorgen dat ze, die laten ze misschien voorbeeld door een diëtist of wat dan ook. En dan vinden ze, die hebben dat geld, dan vinden ze waar en dan zeggen ze, nou, het kost misschien minder geld dan een bankrekening, maar ik voel me gezonder en ik word er gelukkiger door. Dus als maatschappij, als het groter gaat trekken naar de maatschappij, dan kan je zeggen van, nou ja, daar waar heel veel geld over is, dat moeten we dan redigeren naar waar het tekort is. En daardoor worden de mensen zelf worden gezonder en gelukkiger. En dat, ja, als ik persoonlijk het geld is, zoveel geld zou hebben, dat ik zou zeggen, ik kan een heel groot deel kan ik aan de maatschappij geven, dan zou ik dat graag doen. Dat is,
Een spreekwoord is dat mensen zeggen van als je meer dan genoeg voedsel hebt, weet je wel, op jouw terrein moet je een grotere tafel bouwen en niet een hoge hek. En wat we nu eigenlijk doen is een hoge hek bouwen en dat bij ons houden. En waardoor er nog heel voedsel blijft verpieteren in plaats van die grotere tafel te bouwen waardoor het eigenlijk nog gezelliger wordt. Ja. Dat zou maar even kort op de bocht te zeggen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat we heel veel besproken hebben over de basisinkomen. Ja. En ik denk dat we ver aan het eind komen. Maar ik wil jou toch nog even ten interessante vraag. Is er nog iets wat we niet behandeld hebben? Iets wat je graag nog veel vertellen, wat je nog niet verteld hebt? Kijk, ik heb dat ding opgeschreven. Even kijken of het is. Ja, wat ik eigenlijk misschien nog een keer wil zeggen, het basisinkomen, van dat we moeten gaan kijken wat vind ik echt belangrijk. Vind ik nou de economie belangrijk of vind ik de mens belangrijk? En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mensen belangrijk vind dan een systeem van economie. En daarom ben ik ook voor een basisinkomen. En dat mensen dus gewoon even eerlijk moeten afvragen, vind ik nou wel of niet dat elk mens bestaan heeft? Wil ik iemand die te weinig heeft? Vind ik dat diegene gewoon voldoende voedsel moet hebben en dat boven zijn hoofd? Ja of nee? Zeg je ja, verdiep je een basisinkomen. Maar ik ken niemand die nee zegt. Maar, ja, maar zoals nu mijn systeem is, waar mensen zeggen van nee, ik wil niet zoveel geld geven aan mensen die het niet slecht hebben. Ik wil niet zoveel geld aan de bijstand of ik wil niet zoveel geld aan heel het feit aan mensen wat dingen van geven. Vind jij, kijk eens diep van binnen bij jezelf, vind jij echt dat die mensen geen bestaanszin hebben, ja of nee? Ja. Zeg je, fair enough als je zegt van ik vind dat niet, laat ze lekker doodgaan. Maar de meeste mensen zeggen dat niet, maar waarom ben je dan niet voor een systeem wat ervoor zorgt dat elk mens dat bestaanszin heeft? Ja, maar kijk, we zouden mensen moeten vragen van kijk, als je werkende mensen kijkt die naar de baan hebben, die zeggen in feite allemaal, bijna, dat ze het druk hebben en dat er niet naar ze geluisterd wordt en wat dan ook allemaal. Dat zou juist uniek zijn om die mensen een basisinkomen te geven en wat minder te laten werken en meerdere mensen in de maatschappij. En daardoor krijg je mensen die dus druk hebben. Je maakt mensen eigenlijk ook wel gewoon meer verantwoordelijk. Voor geen mensen die verantwoordelijk hebben toch? Dan moet je druk hebben ook een keuze. Nu is het bijna gedwongen, want als je stopt met die baan, als je zelf stopt, dan krijg je geen WW meer. En dan moet je eerst nog je huis beter voor je bijzit krijgen. En waardoor mensen inderdaad flink onder druk staan. En nu, er zijn nu een aantal mensen die inderdaad alles voedsel produceren. Dat wordt er steeds minder eigenlijk, want we steeds meer automatiseren. En een aantal mensen die onze huizen bouwen. Maar dat zijn maar een kleine groep mensen die ontzettend druk hebben. En andere mensen die willen graag aan het werk en die kunnen dat niet, want die plek wordt al bezet gehouden. Maar als je mensen een basisinkomen hebt, dan wordt het ook veel meer een keuze van die mensen om het zo goed te hebben. En dan kan mensen zeggen, het is jouw keuze. En dan zou ik wel hele interessante ontwikkelingen krijgen in dat gebeuren. Er is nu al, ik heb het cijfers van Robert Duchatelet, is ook lid van de basisinkomen. Het is een ondernemer uit België. Die heeft eruit laten rekenen dat om te zorgen voor voldoende voedsel, om te zorgen voor genoeg woningen te bouwen, om je auto te bouwen, om de meubels te bouwen, om je televisie te bouwen, om je computers te bouwen en te onderhouden. Dus puur voor de fysieke zaken in ons leven hebben we nu ongeveer 8% van de beroepsbevolking nodig. Dat is en maar wat ga je nou met die andere 90% zeggen? Van jij trekt niet mee, geeft die mensen het basisinkomen en die kunnen dan zorgen voor andere dingen. Die kunnen als arts bijvoorbeeld, of mensen coachen of masseren of andere dingen, of kinderen passen. En daar komt dan veel meer ruimte voor, zonder de dwang die er nu is. Ja, maar je zou kunnen hebben ook van kijk, mensen die anderen amuseren of bezighouden. Ja, dat maakt het gewoon weer leuker. Dan wordt het sowieso leuker. En die mensen die werken ook. Ja, absoluut. Ik bedoel, ja. Kijk, het is natuurlijk ook een moment, als je nu goed kijkt naar de werkende mens, hoeveel werken die? Want dat is een tweede natuurlijk. Want als ik zelf kijk naar de Nederlandse kantoorwerk, ik denk dat 98% van het kantoorwerk controlewerk is. Dat zou goed kunnen. En dus die mensen eigenlijk daadwerkelijk niks presteren. Dat klinkt misschien keihard. Nee, maar zoals het kantoor zit er vol met mensen die niks doen. Nee, maar zoals ik net al zei, 60% van de mensen die zo'n baan hebben, die zeggen ook zelf dat het werk eigenlijk niks bijdraagt aan de maatschappij. En er zijn zelfs mensen die werk hebben.
waarvan gekeken is dat die zorgen voor een verslechtering van de maatschappij. Mensen die een bedrijf hebben, die dames bouwen of chemische dingen, hè, of mensen die ergens een bedrijf hebben. Het is pas een documentaire geweest dat er in heel Nederland heel veel gif in de grond gepompt wordt of stiekem vermengd wordt met boterbrandstof. Die mensen die verdienen heel veel geld, maar die maken eigenlijk de wereld een stukje lelijker. Ja. Die zijn zo. Ja, precies. En die verdienen heel veel geld. Dus of je de maatschappij mooier maakt of niet, dat is niet te zien in hoeveel geld je verdient. Terwijl met een baas die komen, dan zou je juist, net als hij, als vaandelsman of verpleger of als leraar, meer geld kunnen vragen. Door je betere onderhandelingspositie meer geld kunnen vragen. En daardoor worden dat soort mensen beter gewaardeerd worden. Ja, nou ja, kijk, weet je, het is een. Als je kijkt naar mensen die steeds meer willen verdienen. Dat de salarisverhoging zoveel per jaar is en wat dan ook allemaal. Maar ook mensen en categorieën die zeggen dat ze eigenlijk meer moeten hebben, anders is hun werk het niet waard. Dan denk ik, is dat wel zo? Ik bedoel, als ik naar het onderwijs kijk. Die willen steeds meer geld hebben. He, dat is op het ogenblik een hot item, die vragen meer. En nou ben ik niet tegen het onderwijs, maar ik kom zelf uit een onderwijsfamilie. Nou, ik heb nooit gezien dat je te weinig verdienen, bij wijze van spreken. Op zich verdienen die ook niet zo weinig. Ik heb gisteren toevallig nog eens na zitten kijken van wat zijn de salarissen, midden, laag en nou, dat vallen. Als je het vergelijkt met een minimuminkomen of een bijstand, ja, dan verdienen ze gewoon veel. Ja. Wat is het probleem dat een leraar zich niet serieus genomen voelt? Ja, de leraar die ik ken, die niet best meer verdienen, maar die willen vooral meer werkdruk hebben. Ook altijd is ik denk dat ze meer respect willen voor dat ook werk. Ja, geld doen is natuurlijk. Je kunt gelukkig niet omzetten in geld. Gedeeltelijk wel. Met dagen af. Dat is, je kan de stress wegnemen waardoor je gelukkiger wordt en geld drukt een hoop dingen uit. Geld aan de ene kant is het natuurlijk zorgend voor je eerste levensbehoeften, maar je kan ook geld gebruiken inderdaad om een waardering uit te drukken voor compensatievries. Als je genoeg om te eten, dan krijg je meer geld, dan kan je nog meer misschien makkelijk leuke dingen doen, kan je zeggen. Maar aan de andere kant, ik denk wat de leraren nu willen is inderdaad meer waardering en minder druk, want je moet behalve de werk voor de klas, hebben die nog heel veel administratie als ze ernaast moeten doen. Wat eigenlijk niet eens zo heel veel bijdraagt aan slimmer leren. Nee, ik heb pas geleden dat als je naar thuiszorg kijkt bijvoorbeeld en dat soort beroepen, dat 60% van hun werk in administratie zit tegenwoordig. Dat is te gek om los te lopen. Ja. Als jij iemand van thuiszorg een belletje draagt, geeft aan iemand wat al voorgeschreven is, dat je daar een foto van moet maken of moet sturen, dat iemand moet goedkeuren en dat je dan ziet, van jij mag dat belletje geven, wat zitten we te doen? Ja, dat is een beetje, denk ik, dat we elkaar steeds minder vertrouwen. En de maatschappij gaat uit een wantrouwen. Vooral wat gek, wat de baas ik oma juist doet, is in de eerste plaats met z'n vertrouwen. Misschien, hè, dus, en ik. Ik ben heus niet zo lief om te denken dat er niemand misbruik van gaat maken of zo, niemand goed. Maar waarom gaan we ervan uit met z'n allen dat we misbruik maken van iets wat we toegekend krijgen? Ja, de basis komen valt om zo minder misbruik te maken dan wat iedereen krijgt. Dat moet je ervoor zorgen dat niet iemand die bestaat dat niet zou kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ja, maar het is net als managers kijk, het feit dat er zo weinig thuis gewerkt wordt, komt meestal door managers. Die zeggen dan, ja, dan doen ze niks meer. Is dat de pot vanuit de ketel of die... Zou je zelf niks meer doen als je thuis werkt of zoiets? Nee. Dan verwijten mensen van elkaar. Dat is het gekke, is dat mensen inderdaad over zichzelf, over het algemeen dan, denken van ik ben te vertrouwen, maar anders is niet te vertrouwen. Ja. Misschien omdat ze, die worden misschien, ook door één iemand worden ze een keer onder tuin geleid en daardoor vertrouwen ze niemand meer. Terwijl eigenlijk als je gewoon puur gaat kijken naar de hele bevolkingsgroepen, dan zijn er misschien maar heel weinig mensen. Daarom vind ik het jammer dat we inderdaad nu een systeem hebben gebouwd, zowel wat je zegt in de zorg als in het onderwijs, als met alle uitkeringen. Wat er vanuit gaat in eerste instantie dat iemand niet te vertrouwen is. Ja, en dan moet je bij zich vertrouwen. Want als we nou eerst als maatschappij vanuit gaan dat iemand wel te vertrouwen is, en dan gaan kijken van, nou ja, als iemand niet te vertrouwen is, dan kun je altijd nog als er signalen zijn dat iemand niet te vertrouwen is, want die signalen komen dus toch van naar boven om het dan goed op in te springen. In plaats van al gelijk vanuit gaan dat iemand. Ja. Ik denk ook dat mensen zelf ook heel erg veranderd.
Ja, maar dat blijkt ook. Als je mensen zegt van, bijvoorbeeld, er zijn ook in Londen experimenten geweest waar ze zwervers geld gegeven hebben. Ja. Meer, niet allemaal, maar meer een deel die hebben het geld gebruikt om dingen te doen wat wij moreel heel goed vinden. Dus zorg voor woonruimte en zorg voor eten. Ja, ja, ja. En die kopen misschien een telefoon waardoor ze met de mensen erbij gebeld kunnen worden. En terwijl nu willen we met een zwerver misschien wat eten geven, maar willen we geen geld geven. Want dan denken we, gaat ook nog andere dingen doen. Maar het merendeel doet dat niet. Dus geef die mensen eerst het vertrouwen. En als dan blijkt dat een aantal mensen niet vertrouwen zijn, dan kan je kijken, oké, dan gaan jou lukt het niet helemaal. Gaan we kijken hoe die gaan helpen. Maar ga je zijn. Maar nu steek je zoveel energie omdat iemand misschien niet te vertrouwen is. Ja, maar komt dat niet een beetje door wat de overheid zelf aangeeft? De overheid zelf is niet te vertrouwen. Op geen enkele manier. Want alles wat ze vertellen, dat wordt op een of andere manier verdraaid. Of er wordt een compromis gesloten. En dan heeft zowel de ene als de andere partij geen. De complete overheid in vertrouwen gaat mij persoonlijk iets te ver. Ik ken ook mensen die het wel zijn, maar het is wel zo dat een aantal mensen, zeker degene die hogerop zitten, die misschien niet te vertrouwen zijn inderdaad. Maar dat blijkt ook zo dat in de top van het bedrijfsleven, als in de top van de overheid, dat daar het aantal mensen dat niet te vertrouwen is, meestal hoger is dan in de lagere van de bevolking. Ja, om even een beetje psychologie in te gaan, sociopathische kenmerken van mensen, dus of ze wel of niet zich kunnen inleven in andere mensen, blijft in de top wat minder hoog te zijn. Want om succesvol te worden, dan moet het wat minder kunnen schelen of andere mensen die wat minder zou zijn, of die het wel of niet goed hebben. Ja. En mensen die heel erg empathisch zijn, die zullen moeilijker vinden om in de top van het bedrijfsleven, in de top van de politiek te geraken. Want die denken aan iedereen en de mensen die van zichzelf denken. Ja. Die is het voor ons makkelijker om natuurlijk om een aantal mensen zoveel ontslagen te doen en nog wel goed te kunnen slapen. Dus dat zou er misschien iets mee te maken kunnen hebben. Ja, nou goed, ik denk dat we een hele hoop gesproken hebben. Ja. Nog even een klein dialoog gemaakt. En ik wil jou dus heel hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid hier en dat je dit wilde doen. En bedankt voor jouw tijd. Dat kan ik jou mogen vertellen. En de mensen. Thuis wil ik zeggen, ben je ging. Heb je op één manier interesse in het basisinkomen, kijk op onze website. Er zijn een hele hoop links naar verschillende video's die er zijn. En, verschillende presentaties en dergelijke. En voordat je een mening vormt, kijk eens eventjes naar wat er al geëxperimenteerd is en wat de resultaten zijn. En baseer daar je mening op en niet op een of ander onderbuikgevoel, wat wel niet fout is. Maar sluit ik me helemaal mee aan. Ja, kijk naar de feiten. En je sprak met Micha van den Bos. En Jeroen Guijs, dat ben ik dus. En we sluiten hier deze uitzending mee af. En ik dank jullie hartelijk voor het kijken. Tot ziens.